Hey, hallo! Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Katje van Guilderik podcast, de podcast waarin ik jou als professional en leider help jouw leiderschap te vergroten, met als resultaat vervulling, voldoening en verbinding in jouw werk en je leven. Ik zet je aan, ik laat je nadenken en ik wil je vooral laten voelen, want daar is de magic. In die verbinding met jezelf vind jij je antwoorden, inzichten en komt jouw creativiteit los. Kun jij je voorstellen wat er dan gebeurt? Nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Let's go. Nou, let's go. Dat is wat ik uh, net tegen mezelf zei. Ik ben ziek. Ik ben ziek. En ik vind het zo raar in juni. De zon schijnt volop. Ik hoor nu lekker in een uh, zomerjurk buiten te lopen met slippertjes aan. Geniet het van de zon. En ik ben ziek. Ik vind dat echt raar. Die combi zon en ziek zijn, uh, ja, die is raar. Ik voel me. Vaag in mijn hoofd. Gisteravond had ik ook een uh, flinke verhoging met koorts. En uh, ja, ik ga er toch voor, want ik heb een commitment gemaakt: elke dinsdag en donderdag een podcast maken. Dus let's go. Precies, gaan we gewoon voor. Dus in afwachting van mijn coronatest bij de GGD, ik ben wel negatief, maar ik loop nu echt al vier dagen te sukkelen. En het is geen migraine. Het is half-half. Het is hetzelfde gevoel als toen ik uh, corona had. Dus ik ben voor de zekerheid toch maar naar de GGD gegaan. Ik heb nog live afspraken deze week met mensen. En dan uh, ja, voel ik me toch verantwoordelijk om dat ook uh, officieel dan voor mezelf duidelijk uh, te hebben. Als ik geen klanten had gehad, was ik niet naar de GGD gegaan. Dan was ik gewoon lekker gaan uh, uitzoeken, uitzieken. Maar goed, hier zitten we dan, lekker een podcast voor jou te maken. En ik wil het vandaag hebben over ja, de softies of de keiharde, ijskoude mensen op je werk. En die benader ik vanuit de thinking en feeling voorkeur van de MBTI, de Myers-Briggs type indicator. Dat is een instrument, een persoonlijkheidsinstrument vanuit de psychologie. Die ik gebruik, ik werk ook voor ze. En het heeft mij heel veel duidelijkheid gebracht. Toen ik dat ontdekte en ik dacht vandaag kan ik hier wel over praten zonder al te veel hoeven na te denken. Want inmiddels heb ik al zoveel mensen en nog steeds help ik ze met hun Myers-Briggs type indicator type. Hun blauwdruk van hun geboorte. Zodat je zelf beter begrijpt waarom dingen nou ja makkelijker afgaan dan de anderen. Zo heb ik ontdekt met de ontdekking van mijn eigen type hoe ik eigenlijk werk en wat het nou maakt, uh, hoe ik communiceer bijvoorbeeld met mensen. En deze voorkeur kan het je ook uitleggen. En wat bedoel ik met de thinking en feeling voorkeur? Nou, voordat je denkt, thinking kan niet voelen en feeling, dat zijn mensen, ja, die kunnen ook best wel logisch nadenken. Dus hou dat in ieder geval uh, voor je. Je hebt beide voorkeuren altijd. Net zoals je een rechter of linkerhand hebt, heb je ook een thinking en een feeling voorkeur. Alleen de mate waarin je het gebruikt hangt af van ja, je voorkeur. En dat kun je aan de hand van een rechter en linkerhand ook zien. Dus als je een voorkeur voor een rechterhand hebt, zul je vaker je rechterhand gebruiken. Net zoals je vaker je thinking of feeling voorkeur... net uh, wat jij uh, als voorkeur hebt uh, gebruiken. Dus ik wil deze podcast gebruiken... om jouw thinking en feeling voorkeurs te ontdekken... maar ook eens te begrijpen hoe een ander in elkaar kan steken. Want als, als je het begrip hebt voor jezelf en voor de ander... dan, dan scheelt dat gewoon zo. Het, het heeft mij zelf zoveel geholpen... Om te begrijpen hoe ik in elkaar steek en hoe anderen in elkaar steken. Nou, de winking kan dus voelen en de feeling kan dus denken. Je hebt voor een van de twee een voorkeur, net zoals je rechter of je linkerhand. Het is wel zo dat je soms stretcht of je soms zo aangepast in je leven bent, dat je de ander hebt leren gebruiken. Terwijl eigenlijk je voorkeur die ander is. Maar we gaan eens lekker concreet beginnen. En ik wil je beginnen met een verhaaltje over de thinking the en de feeling voorkeur. En het gaat over een moeder die heeft twee kinderen. Een jongen met de thinking voorkeur en een meisje met de feeling voorkeur. Ze hebben een kat. Laten we die kat Fluffy noemen. Fluffy. En die kat gaat dood en dat is natuurlijk heel verdrietig. Beide kinderen huilen. Dus het jongetje met de thinking voorkeur heeft verdriet en het meisje met de feeling voorkeur heeft verdriet. Ze stellen allebei vragen aan hun moeder van, over het doodgaan van Fluffy. Alleen ze stellen allebei andere vragen. Het jongetje met de thinking voorkeur die stelt vragen als: Mama, wat erg dat Fluffy dood is. Maar hoe is dit gekomen? Hoe kan het dat Fluffy ineens dood is gegaan? Hoe is dat, wat is de oorzaak en het gevolg? Dat is wat een, iemand met een thinking for denkt. Hè? Dus die moeder zegt: Nou, de kat is gewoon dood gegaan in de slaap. Het was heel oud, Fluffy was 16 jaar oud. En dan stopt het hartje ermee. En dan stopt alles, stopt het ademen. En zo is Fluffy dus dood gegaan. Hou zegt het jongetje, nu snap ik wat er gebeurd is. Dus het jongetje wil oorzaak-gevolg weten, de logica ervan inzien. Om het in ieder geval een plek te geven om het te begrijpen. Dus dat was de thinking-voorkeur. En het meisje met de feeling-voorkeur. die stelt weer een hele andere vraag. Want die maakt zich druk om Fluffy, hoe die zich heeft gevoeld. toen ze doodging. Dus wat heeft Fluffy gevoeld toen ze doodging? Het meisje gaat ja, empathie voelen met de kat, meevoelen, die gaat zich inleven. En de moeder zegt, nou, Fluffy die uh, lag lekker te slapen. En toen is ze rustig in haar slaap overleden. Misschien een beetje geschrokken dat ze niet meer kon ademen, maar misschien heeft ze dat niet eens gemerkt. En zo is Fluffy rustig ingeslapen. Dus dat stelt dat meisje gerust dat dat zo is gebeurd. Dus een thinking voorkeur is iemand die wil de oorzaak gevolg zien. Die wil de logica inzien en die is bezig met het wat. Een feeling voorkeur." Die kijken naar ja, de persoon zelf, of naar het dier zelf in dit geval. Wat voelt die ander? Hoe denkt die ander? En wat is voor die ander belangrijk? En zo gaan ze er allebei mee om. Een feeling-voorkeur is meer uh, gericht op het wie. Dus stel, ja, denk eens voor jezelf na. wat jij nu in eerste instantie voor jezelf uh, doorhebt. Van ja, nou, als heb ik nou meer die thinking of die feeling voorkeur? En dus dat is een eerste moment om eens uh, te kijken. Nou, en een andere uh, mogelijkheid om dat te ontdekken, is om eens na te denken over jezelf, hoe jij feedback geeft. Dus Laten we een werkvoorbeeld nemen. Mijn podcast gaat uiteindelijk over leiderschap vanuit vervulling, voldoening en verbinding. Dat heeft vaak te maken met werk in dit geval. Dus hoe geef je feedback op je werk? Want je werkt samen met collega's, misschien ben je leidinggevende. Hoe geef jij feedback op je werk? Denk eens voor jezelf na. En iemand met een thinking voorkeur die zal feedback geven. Door kritiek te geven. Alhoewel, als jij een thinking voorkeur hebt, dan zal je het niet eens als kritiek zien. Je zult het als verbeterpunten zien, want je wilt het resultaat zo goed mogelijk hebben. En iemand met een thinking die mag ook bewust ja, iets aardigs zeggen, complimenten geven, een helpende hand aanbieden. Maar die is voornamelijk in de feedback bezig met het resultaat en dat te verbeteren. Iemand met een feeling voorkeur, die zal het graag positief willen houden. Die wil de harmonie bewaren en wil iemand goed laten voelen. Dus die zal veel positieve dingen zeggen, wat er goed gaat. Die wil echt helpen. En waar die op mag letten is dat hij juist wat meer verbeterpunten mag aangeven, of ontwikkelpunten, ja, of ja, ook kritiek. Dus. En de thinking voorkeur die kijkt naar het verbeteren van het resultaat, die kijkt naar het wat, naar het werk zelf en de feeling voorkeur kijkt naar de mens. Wat is voor die persoon belangrijk? Wat gaat er goed? En die wil de harmonie graag bewaren, die wil iemand helpen. En ja, waar je op kan letten is in hoeverre jij aangepast bent hierin. Doe ik dit? Geef ik die feedback omdat ik het zo geleerd heb dat het zo werkt of ja, het mooiste is natuurlijk als jij die feedback geeft vanuit jouw natuurlijke voorkeur, gewoon zoals je bent. Dus jouw aangeboren voorkeur. Dat zou hartstikke mooi zijn. Dus als we naar Thinking en Feeling kijken, dan gaat de Thinking-voorkeur met een goed gevoel naar huis als het werk goed is gedaan. En de Feeling-voorkeur natuurlijk ook wel. En de Feeling-voorkeur gaat voornamelijk uh, naar huis met een gevoel van: hé, hey, ik heb iemand geholpen. Die is bezig met het wie. En je kan een, iemand met een thinking voorkeur ook herkennen aan het feit, bijvoorbeeld met de presentatie. Met de presentatie zal iemand met een thinking voorkeur enorm op de inhoud ingaan, op, de, op het wat. Die is voornamelijk gebaseerd op de informatieverstrekking. Terwijl iemand met een feeling voorkeur, die kijkt de zaal in en die kijkt naar het wie. Wat willen deze personen horen? Wat hebben zij nodig? Wat voor feedback krijg ik? Hoe is de sfeer? Dat is iemand met een feeling voorkeur en allebei is goed. Allebei hebben ze hun eigen waarde en allebei kunnen ze slim nadenken en allebei kunnen ze voelen. Maar ook de manier voor complimenten willen ontvangen of feedback trouwens, geen complimenten maar feedback willen ontvangen verschilt met de thinking en feeling. Want een, iemand met een thinking voorkeur die wil graag als die feedback krijgt bijvoorbeeld bij het uh, bij het jaarlijkse reviewgesprek, als jullie dat dan nog doen op het werk, want dat merk ik ook dat dat steeds meer uitgeband wordt. Um, iemand met een thinking die zal willen horen van iemand die hij of zij op waarde schat. Van oké, okay, jij mag mijn feedback geven, want jij hebt er verstand van. Die wil ook graag horen wat er verbeterd mag worden. Die wil ook graag horen uh, wat hij goed heeft gedaan. Het liefst dus van een expert. Dus die wil graag feedback op het werk wat hij heeft gedaan, op de taak. Iemand met de feelingvoorkeur, die wil graag horen in de feedback. wat hij of zij voor iemand heeft betekend. En dan ook nog het liefst van iemand voor wie ze dat hebben gedaan. Dus tijdens een project wil deze persoon, ja, schouderklopjes. horen dat het lekker gaat, horen dat het goed gaat. En dat is niet soft, dat is gewoon van oké, okay, zijn we nog lekker bezig. Die heeft gewoon meer behoefte aan die interactie. Dus de thinking voorkeur die is bezig met het wat en de feeling voorkeur is bezig met het wie. De thinking voorkeur kan de ander nog wel eens een softie vinden. Terwijl dat helemaal niet zo is. De feeling voorkeur wil gewoon de harmonie bewaren en die kijkt gewoon mensen als een uniek persoon met hun eigen waarden. Iemand met een feeling voorkeur kan die ander nogal hard vinden dat ze denken, wow, dat je zo koud beslissingen kan nemen. Maar die iemand met een thinking voorkeur, die is niet koud. Die kijkt puur naar de spelregels, naar de logica van dingen in. Dat is het verschil. Dus ik hoop dat door het uitleggen van deze twee voorkeuren, dat je ook eens misschien Anders naar je collega's kan kijken en anders naar jezelf. Ik ken mensen met een thinking voorkeur die echt de waarde inzien van die mensen die met andere mensen bezig zijn. En ook echt ja, bewust people management gaan inschakelen. Omdat ze weten dat dat werkt, dat dat goed is, dat mensen daar behoefte aan hebben. Alleen ze zitten zelf gewoon niet zo in elkaar. Mensen met een feeling voorkeur, die. Weten dat ze ook wat meer naar de koude helderheid kunnen gaan kijken, naar, de, naar de, ja, de koude cijfers in hun ogen. Terwijl dat ook belangrijk is. Dus ze hebben allebei hun eigen waarden en hun eigen ja, toegevoegde waarden, alleen ze handelen gewoon anders. En als we dat nou eens van elkaar inzien, dan zouden we zoveel verder komen. Dus ik hoop dat ik jou vandaag een beetje bewustwording meegeef. Het leukste van alles is, is dat ik jou nu ook kan vertellen wie, wie nou de meeste invloed heeft in een organisatie. Dus bedenk eens voor jezelf. Heeft iemand met een thinking voorkeur de meeste invloed? Of heeft iemand met een feeling voorkeur de meeste invloed? Nou, ik kan je vertellen dat een iemand met een feeling voorkeur 70% meer invloed heeft in een organisatie. Dus het heeft echt een meerwaarde om wat meer gericht, zijn, uh, gericht te zijn op de mens. Dus vraag iedereen, zie iedereen als een wezen... waaraan je kan vragen hoe is het. Dat is het enige soms wat je hoeft te vragen. Gewoon wat vragen stellen aan iemand, zodat je daarna kan luisteren. Zodat die ander gaat praten. Dat is een hele mooie manier om invloed te krijgen en dan wel graag op een oprechte manier uiteraard, want dat helpt. Dus als jij in interactie bent met mensen, bedenk dan eens voor jezelf of jij degene bent die het meeste praat, of dat die ander degene is die het meeste praat. En de conclusie, ja, die ik heb, als de ander het meeste heeft gepraat. Dan is dat voor mij heel fijn om te weten. Want dan voelt hij anders je gehoord, gezien. En ja, daar groeien andere mensen van. Want wat je wil, is dat je zelf natuurlijk groeit, maar je wil ook de mensen om je heen laten groeien. En dat is puur door ze op waarde te schatten. Door ze te vragen van hé, hey, hoe is het? Kan ik je ergens mee helpen? Dat is de manier om invloed te krijgen. Gewoon de helpende hand aanbieden. Geven, 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 geven. En dan kun je eens een keer een haakje pakken en nemen. Met bewaking van eigen grenzen natuurlijk. Nou, het is een korte voor mij doen volgens mij. Maar dit wilde ik graag met je delen. Want als we inzage hebben in de thinking en de feeling voorkeur bij jezelf in de eerste plaats natuurlijk, dan kun je daar. Ook meer begrip voor krijgen voor de ander, herkennen in de ander en daar iets mee doen. Om zo ja, fijnere werkrelaties te krijgen. Maar ook meer invloed te krijgen bij je klant, bij je collega's, bij wie dan ook. Dus speel er eens mee. En geniet ervan, dat is altijd leuk. En ik hoop dat je er uh, iets uit hebt uh, gehaald voor vandaag. Ik ga lekker weer onder de wol kruipen, in ieder geval. En ik wens jou een hele fijne middag, avond of ochtend toe. Groetjes! Doei doei! Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jou een prachtige dag, middag of avond toe. En vond je het interessant? En vond je het de moeite waard om dit verhaal te delen? Dat zou geweldig zijn, want hoe meer mensen ik kan helpen, hoe beter. En sowieso vind ik het leuk ook om contact met jou te hebben. Dus heb jij een vraag of weet jij een onderwerp voor een podcast? Laat het me weten, want dan kan ik jou nog beter helpen. En als je nog iets extra's wilt doen, ga dan naar iTunes. Zoek daar de podcast Katje je Gulik op. Scroll naar beneden en laat daar een review achter. Want dan word ik nog beter gevonden. En dan kan ik nog meer mensen bereiken en kan ik nog meer mensen helpen. Ontzettend bedankt alvast en, en tot de volgende keer.